welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over slechte make-up. Ik ga een aantal slechte make-up producten een tweede kans geven. Ik heb een heleboel slechte make-up. Make-up die gewoon ronduit crappy is. Ik heb ook gewoon make-up die gewoon niet heel goed ging samen met mijn huid en zo. Maar ik geef eigenlijk slechte make-up nooit een tweede kans. Ik breng het aan, vind ik niks, leg ik het gewoon gelijk weg. Dus het leek me wel een leuk video-idee om een keer slechte make-up een tweede kans te geven. Ik heb nog nooit zo'n video gemaakt. Ik heb wel een heleboel video's gemaakt waarin ik gewoon vertel over slechte make-up en zo. Maar ik heb ze nooit echt een tweede kans gegeven. Dus ik ben heel benieuwd of er make-up vandaag bij zit die ik toch misschien net iets te snel heb weggelegd. Die ik toch nog best wel oké vind. Ik denk het niet, maar het kan zo zijn. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren zoals gewoonlijk. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, we gaan beginnen jongens. Ik ga vandaag eerst beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen. En ik ga natuurlijk beginnen met het primer van mijn gezicht. Als primer gebruik ik mijn MUA Pro Base Banana Primer. Deze primer leek mij zo leuk, want het is een banana primer. Ik vind alles met bananen vind ik gewoon leuk. Het is een matte primer. Ik heb hem nog nooit gebruikt in een video, maar ik heb er wel een keer over in een video verteld dat ik hem niet goed vind. Maar vandaag ga ik hem ook echt gebruiken op beeld. Ik vind hem niet fijn, omdat hij te droog ligt op mijn gezicht en hij creëerde van die kleine korreltjes op mijn gezicht en daar ben ik gewoon niet van gediend. Dat is gewoon niet mooi, dus daarom vind ik hem niks. Hij is ook mat, maar hij is toch net een tikje te mat, te droog voor mij. Ik heb by the way een normale tot droge huid, voor de mensen die het niet weten. Wel heb ik ook een aantal andere matte primers die dat niet doen, die wel gewoon prima werken. Dus ik heb niet echt het gevoel dat het aan mijn huid ligt. Hij ruikt ook echt heerlijk naar bananen. Ik ben zo'n persoon die van bananen houdt. Vast niet iedereen. Ik merk ook nu weer dat hij echt vrij stroef aanbrengt. Ja, ik vind het gewoon overal geen fijne primer. Dan ga ik verder met foundation. Ik heb hier van LA Girl de Pro Coverage Foundation. Een heleboel mensen vinden dit een fijne betaalbare foundation, maar ik niet. Ik heb by the way de kleur Warm Beige. Die is nou iets te bruin, denk ik voor mij, maar oké. Ik vind hem niet fijn omdat hij gewoon super cakey is. Hij is heel erg dik. Ik heb hem twee keer gebruikt. Dus ik heb hem al basically een tweede kans gegeven. Maar hij is gewoon niet fijn. Hij ligt veel te dik op mijn gezicht. Mijn gezicht lijkt alsof er echt een plamuur make-up op zit. En ja, dat vind ik gewoon niet echt heel prettig. Ik ga hem aanbrengen met mijn e.l.f. Cosmetics spons. By the way, ik vind die fijn. Ik vind hem alleen te klein. Als je hem vasthoudt, komen mijn vingers steeds zo hier. En dan komt het zo op mijn gezicht. En dat vind ik niet fijn. Dus was hij maar iets groter geweest. Ja, ik vind hem dus nou ook weer gewoon niet mooi zitten. Hij is echt te dikkig. Nee, ik vind hem echt nog steeds niks. Dan concealer. Een slechte concealer is de Heartbreaker Concealer van I Heart Revolution. Deze had ik gebruikt in een video. Ik had een hele dedicated video gemaakt over I Heart Revolution. Daar heb ik allemaal make-up van hun getest. En deze concealer is super cute. De applicator is zo'n klein hartje. Echt heel erg schattig. Alleen hij doet werkelijk niks voor mij. Hij brengt niet mooi smooth aan. Hij dekt niet goed. Ik vind de kleur ook een beetje grauwig. Dus ja, vandaar dat ik hem niet zo goed vond. Maar misschien nou wel. Ik heb de kleur Golden Sugar. Kijk, hij brengt ook niet veel aan. Oh, dat was ik ook helemaal vergeten. Als je er gewoon één keer in gaat, dan is dat gewoon niet genoeg. Je moet echt zo twee keer erin gaan voor alleen maar hier zo één oog. Dus dat vond ik ook niks. En hij brengt een beetje stroef aan. De make-up die eronder zit gaat er ook een beetje van af en zo. En ja, daar ben ik van allemaal niet zo van gediend. Nee, deze concealer is nog steeds echt niks. Hij dekt helemaal niet goed. Nee, ik vind hem nog steeds niet fijn. Dan heb ik van I Heart Revolution ook hun coconut losse poeder. Deze vond ik helaas ook niet zo goed. Ik vond hem veel te droog voor mij. En dat vond ik wel jammer, want ik vind het wel echt een heel leuk, schattig concept. Maar ja, gewoon niet echt mijn ding. Iets te droog voor mijn huidtype. Ik heb heel even de belichting een beetje omlaag gedaan, zodat je mijn gezicht iets beter ziet. Ik weet niet of het echt goed opvalt op beeld, maar ik zie ook dat de poeder hier helemaal blijft vastplakken aan mijn gezicht. Er blijft echt zo'n witte waas zitten. En dat is gewoon allemaal niet zo mooi. Dus ook die poeder verdient niet echt een tweede kans, jongens.
Ik ga heel even wat poedercontour aanbrengen op mijn gezicht en een beetje fixing spray. En dan kom ik zo bij jullie terug. I'm back. Ik heb een beetje poedercontour aangebracht op mijn neus en bij mijn wangen. Ik heb ook een pressed poeder hier aangebracht voor extra dekkenis. Voor extra dekking en smoothness. En een beetje fixing spray en that's it. Ik ga nou heel even stoppen met mijn gezicht. En we gaan beginnen aan de ogen. En ik heb ook echt een slecht oogschaduwpaletje. Ik heb hier dit oogschaduwpaletje van Smashbox. De verpakking is mooi, hè. Zo dat hij zo groot wordt en klein. Zien we dit? Woe. Dit is de Prism Eye Palette. En hij is belachelijk slecht. Ik ga al beginnen gewoon met de verpakking, mensen. Kijk even hoe scheef dit hier allemaal erin zit. Dat is toch belachelijk voor zo'n duur oogschaduwpaletje. De kleuren werken ook niet goed mee. Ik heb dit paletje al wel een tijdje. Ik heb hem 1 keer gebruikt voor Instagram. Maar niet hier op mijn kanaal. En ik vind hem echt super, 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 super slecht. En ik vind het gewoon bijna belachelijk dat Smashbox zo'n oogschaduwpaletje maakt. Ik heb die van hun gekregen. Maar nou, nee. Verwacht er niet te veel van. We maken gewoon een hele makkelijke, snelle look. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Oké, er zit ook niet bepaald een goede transitiekleur in. Je hebt alleen maar 1 matte kleur en die is hier in het midden. Deze zwartachtige kleur. Dus ik ga dan maar gewoon beginnen met die kleur. En die kleur breng ik gewoon een klein beetje aan in mijn arcadeboog. Ik ga niet te hoog, want ik wil niet dat de look te heftig wordt. Gewoon een beetje laag houden. En ik blijf vooral hier in de hoek. En die kleur breng ik ook aan zo op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met de paarse lichte glanzende kleur hier. En die kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. En dan pak ik de glanzende kleur ernaast, een beetje donkerpaarse kleur. En die breng ik ernaast aan. Ik moet zeggen, ik vind de glanzende kleuren wel gewoon mooi. Alleen ze blenden niet zo goed uit. Die zwarte matte kleur blendt helemaal niet goed uit. En de glanzende kleuren ook niet zo goed. Ze werken niet heel goed mee. Maar ik vind de kleuren wel echt prachtig. En er is ook echt gewoon genoeg pigmentatie van de glanzende kleur. De zwarte grijzige matte kleur blendt niet goed. En heeft ook niet veel pigmentatie. Dan pak ik weer een beetje van die grijzige kleur. En dan blend ik die hier in met de paarse kleur. Mensen, zien we even die grijzige kleur. Dit is toch belachelijk. Echt niet goed gewoon. In dit paletje heb je ook 2 speciale glanzende kleuren. De glanzende kleur hier en hier. Die moet je aanbrengen met je vinger. Dat staat ook echt hierop. En dat zijn een beetje glanzende kleuren om aan te brengen op de andere glanzende kleuren. Het zijn een beetje oogschaduwtoppers. Dus die ga ik ook aanbrengen. Ik ga voor de kleur hier. Die is iets meer goudachtig. En dan breng ik die gewoon aan met mijn vinger. Midden op mijn ooglid. Die brengt een beetje stroef aan. Die kleur brengt super stroef aan. Hij is ook helemaal niet mooi glanzend. Ik vind helemaal niks. Ik vind dit paletje echt ronduit belachelijk slecht. Dan heb ik ook een slechte eyeliner. En dat is de ABH Liquid Eyeliner. Ik heb hierover verteld in een video. Maar ik heb hem nooit gebruikt in een video. Dat ga ik nou wel doen. Ik vind hem gewoon niet zo fijn. Omdat hij gewoon niet fijn aanbrengt. En voor de prijs. Ja, je hebt een heleboel meer betaalbare die gewoon wel beter zijn. Dus vandaar. Maar ik ga hem even opnieuw proberen. En dan kan ik zien of ik hem nog steeds niet zo goed vind. Ik maak gewoon een wing. Nou, dit was wel een van de producten waarvan ik dacht, misschien ga ik hem toch wel goed vinden, maar nee, alsnog niet. Het kwastje is ook echt helemaal niet fijn. Die beweegt helemaal niet goed mee. Die blijft een beetje zo stif. Ik vind ook de formule, dus echt de zwarte inkt, vind ik te dik. Dus dan brengt hij ook gewoon niet mooi smooth aan. Ja, en dat vind ik ook echt vooral voor de prijs gewoon niet zo goed. Dus nee, deze is voor mij nog steeds een no-no. Dan heb ik ook een slechte mascara van de Action. De XOXO mascara had ik getest in een video over de Action Makeup. Intense Black Mascara. Ik vind tot nu toe geen enkele mascara van de Action goed. En deze ook niet. Hij doet gewoon bijna niks voor mijn wimpers. Dus vandaar. En ik vind hem ook veel te bulky. Veel te groot en dik. Je kunt ook bijna op de onderste wimpers niks aanbrengen. Dus ja, dat zijn de redenen dat ik hem gewoon niet zo goed vond. Kijk ook even die onderste wimpers. Hoe klampie. Nee, ik vind echt geen goede mascara helaas. Als neppe wimpers doe ik mijn TL4 wimpers op van Tati Lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. Tot nu toe is er echt geen enkel product dat een tweede kans verdiende. Ik vind alles gewoon nog slecht. Ik ga nou mijn gezicht bronzen. Ik gebruik hiervoor mijn Fenty Beauty Bronzer in de kleur Island Teen.
Deze bronzer heb ik echt wel vaak gebruikt. Dit was echt zo'n product waarvan ik heel graag wilde dat ik hem goed zou vinden. Maar ik vind hem toch helaas niet zo goed, omdat hij gewoon niet genoeg aanbrengt. En dat is gewoon de reason. Ik moest heel tijd super veel aanbrengen om een beetje te zien. En ik hou altijd van een goed gebronsd gezicht. Dus ja, voor die reden en die hoge prijs denk ik ja, ik vind hem niet zo goed. Oké, kijk, ik heb nou best wel veel gepakt. Echt meer als normaal. En dit is het. Het is gewoon een lichte, subtiele bronze. Er zijn vast ook mensen die daarvan houden. Die vinden dat ik altijd overdrijf met mijn bronzen. Maar voor mij is dit niet genoeg bronzer. Het is gewoon alsof er niks zit. Dus ja. Kijk, nou vind ik het mooi. Nou vind ik mij gewoon mooi gebronsd. Alleen het kostte gewoon te veel effort en te veel product. Dan heb ik hier een blush paletje van Bella Pierre Cosmetics. Ik weet niet meer zo goed wat ik hiervan vond. Ik denk dat ik hem oké vond, maar ik denk gewoon voor de prijs. Ik vind ook, ja, Bella Pierre is niet heel goedkoop. En dit is wel echt een beetje een cheap ass paletje. Maar goed, even kijken. De kleuren die ik ga gebruiken. Ik ga twee kleuren mixen. Ik ga een beetje de oranje-achtige kleur hier mixen met de kleur hier. Dus deze twee. Oeh, er komt veel vanaf. Oké. Het blendt alleen niet heel goed uit. Oké, ja, ik denk dat ik me weer herinner waarom ik hem niet zo goed vind. Zien we dit hier, jongens? Je ziet hier een soort van ophopingje van de blush. Hij blendt niet goed genoeg mee. Er komt veel pigment vanaf, dus hij zou echt goed moeten blenden. Anders, ja, creëer je dus dit. Oké, dat is dus denk ik de reden dat ik hem heb weggelegd. En dan ook van Bella Pierre Cosmetics heb ik hun glowing paletje. Dit is een highlighter paletje. En ja, ik weet ook niet meer zo goed wat ik hiervan vond. Maar ik denk dezelfde reden als dat blush paletje. En ik ga voor deze onderste kleur hier, de lichte kleur. En dan pak ik de meer donkere bronzy kleur hier beneden. En die ga ik gebruiken voor hier een beetje bij mijn voorhoofd. En dan ga ik weer terug met die lichte kleur. En die breng ik ook zo aan hier op mijn neus. Om die een beetje te highlighten. En dan ga ik een beetje voor de licht rozige kleur. En die kleur breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. Dit is dus altijd wel fijn aan een heel paletje. Want dan kun je verschillende kleurtjes gebruiken voor verschillende delen op je gezicht. Ik vind hem op zich gewoon best wel mooi. Ik weet niet waarom die in mijn slechte kast lag. De kleur is wel echt heel licht. Maar hij is wel lekker heftig. I love it. Ja, ik vind het gewoon echt een prima paletje. Dus ja, ik snap niet zo goed waarom dit paletje bij de slechte make-up ligt. Want ik vind hem best wel goed. Dus deze gaat gewoon hier in mijn la met de producten die ik gewoon gebruik. Dit is dus het eerste product van vandaag die echt wel een tweede kans verdiende. Dan ga ik verder met de lippen. Ik heb matte liquid lipsticks van W7 die super droog zijn. En dat zijn deze. Dit zijn de W7 Glitter Pop Matte Liquid Lipsticks. Ze zijn echt prachtig. Ze hebben zo'n glitter erdoorheen. En dat is echt heel erg mooi. Ik heb ze vaak gebruikt voor looks op Instagram. Maar ik haal ze gelijk weer vanaf. Omdat ze gewoon te droog zijn op mijn lippen. Ik heb al vrij droge lippen. Maar deze zijn zo extreem droog. Dat zelfs mensen zonder droge lippen ze echt zeker te droog gaan vinden. Dus dat is de reden dat ik ze niet meer gebruik. Voor welke kleur zal ik gaan? Zal ik gewoon echt gaan voor paars? Dat matcht wel met de look. Ik ga gewoon voor paars. Dit is de kleur Rockin' Royal. En ik vind de kleuren wel echt prachtig. Er zit echt zo'n mooie glitter doorheen. I love it. Ook echt super veel pigment. Als ze niet zo droog waren geweest, dan was ik er echt blij mee geweest. Kijk even die kleur, hoe mooi. Maar ik voel nu ook weer echt gelijk hoe het helemaal trekt aan mijn lippen. Oeh, en het is ook een beetje plakkerig, dus ja. Als laatste heb ik hier een fixing spray van de Revolution Cannabis Collectie. Ik heb hun hele cannabis collectie getest in een video. En deze fixing spray vond ik te droog. Hij maakte mijn gezicht echt droog en daar ben ik niet echt van gediend. Dus ja, that's why. Wat vinden we van de look? Ik vind het echt een leuke look zo met al dat paars. Uiteindelijk vind ik de look best wel mooi geworden. Alleen de producten waren gewoon alsnog best wel crappy. Het enige wat het niet was, was dit Bella Pierre highlighter paletje. Deze gaat echt gewoon hier in mijn la met mijn andere paletjes. Want ik vind hem echt gewoon mooi. De rest is allemaal alsnog niet zo goed. Vooral die concealer. Vooral hier zo vind ik het nou echt niet mooi en smooth genoeg. Ik zie hier nog gewoon een beetje donker en zo. Ja, dat is gewoon echt...
echt niet mooi. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind de Fenty Beauty bronzer ook wel mooi. Het enige probleem is dat je zoveel aanbrengt. Voor de rest gaan gewoon alle producten weer terug in de slechte productenkast. Wel nog even snel een disclaimer. Wat ik slecht vind, kun jij misschien goed vinden. En dat is helemaal prima. Want ja, iedereen zoekt iets anders in een product. Iedereen wil iets anders. Iedereen heeft ook gewoon een andere huid en zo. Dus niet alles wat slecht is voor mij, is ook per se slecht voor jullie. Maar meestal wel. Let me know wat je vindt van de make-up en alle producten en van de video. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om helemaal gratis te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!